Daar 23, nu dus, om het te verbreken, 24 honkbalknuppels. En naast je zit je dochter. En mevrouw. En je vrouw. En mijn zoon. En je zoon. Kortom, de hele secte is aanwezig. Ja, precies. En dit is een pittige. Dit is pittig, maar het is voor een heel goed doel. Je wilde al eerder terugkomen, maar toen ging het niet zo goed met je gezondheid. Mag ik dat zeggen? Dat klopt. Wat was er aan de hand? Ik heb een aangeboren hartafwijking gehad. Ben ik 4 keer aan geholpen, is mislukt. En ik, 5 keer is het wel gelukt. En het was een hele vele aandoening die mijn leven erg negatief beïnvloedde. En ik mede daardoor, ik denk, nieuwe start. En ik gun de meisjes in andere landen, ontwikkelingslanden, eigenlijk alle medische zorg die wij hier hebben. En mede daarom wil ik het nog 1 keer proberen om het te verbreken. Een held. Vandaag. Wil je voorbereiden? Papa nog even een kus. Koen gaat zich voorbereiden. Dames en heren, zwangerschap zou iets moois moeten zijn. Maar voor vele tienermeisjes in Ghana betekent het vooral het einde aan een eerlijke toekomst. Er is voorlichting nodig. Ik kan het niet genoeg zeggen. Voorlichting. Dit is het verhaal van Linda. Mijn tante Linda. Mijn naam is 6 maanden. Mijn 14 jaar. Heel veel jonge meisjes in Ghana worden ongewenst zwanger. Gewoonweg door slechte voorlichting. Ook Linda wist niets over hoe je zwanger kunt raken. Na de eerste keer seks met een jongen uit haar dorp wordt Linda zwanger. Ze zou niets liever willen dan dat dit niet gebeurd was. Ook voor veel andere meisjes in de wereld is jong zwanger worden een groot probleem. De maatschappij accepteert meisjes zoals Linda niet. Naar school gaan, trouwen of een goede baan vinden is er niet meer bij. Helpt op 2 manieren. Linda en haar lotgenoten opvangen en zorgvuldig begeleiden. En Plan geeft voorlichting, zodat het besef ontstaat dat dit niet hoeft te gebeuren. Geef meisjes een kans op en kijk op de site hoe je ze vanaf 10 euro per maand kan steunen. Ik blijf het zeggen, vanaf 10 euro. Wat is nou 10 euro, Carlo? Wat is nou 10 euro? Kom maar bij, Nicolette. Kom maar bij. Gezond. Oh, Koen, hey, Koen. Even een puntje hier. Het moet recht. Mag het recht? Oké. Ja, graag, want zo hadden we het gerepeteerd. Koen, je wil je ineens veranderen. Is het stress? Zeg het maar eerlijk, wat er aan de hand is. Het zal wat makkelijker werken, maar dit is ook goed. Ja, want zo kunnen we het goed zien in beeld, graag. Oké. Je bent er nog, Koen? Nou, bijna. Ik zit even in de wereld van Peter Stuyvesant. Je wil je weer even concentreren natuurlijk. Moeten wij even een stapje naar achter doen? Ik begin zo wel. Hè. Als je dan 10 seconden hebt, dan ben ik wel klaar voor. Ik weet het nog. Je stond daar, het was een oerkwereet. En dan komt er toch een andere man ineens in je. Die moet je even vinden. Ga je voorbereiden, wij gaan het groots aankondigen. Nou, we gaan naar deze kant op. Wij hebben 1 minuut. 24 honkbalknuppels. En de tijd start... Wanneer de eerste honkbalknuppel... breekt. Niet eerder. Dat hebben we afgesproken. Niet eerder. Ik zou zeggen, u mag ook even zo doen. Want ja. Dit wordt heel heftig. Heel naar geluid ook. Dat is geen. Koen, zet hem op! Oké, Koen. Ben je er klaar voor? Tijd gaat nogmaals lopen als de eerste breekt. 1 minuut voor Koen. Ja! Oh, nee! Ah! Hey! Twee! Kom op! Ah! 3! Ah! 4! Ah! 5! Ah! 6! Kom op! Zeven. Ga door, je hebt nog 40 seconden. Kom dit voor elkaar. Nee. 10. Oh, ik kan er niet naar kijken, Carlo. Ik vind het zo erg. Oh!
Dat is goed. Dat is goed. Dit is niet normaal. Gaat het? Oh. Mag ik je been zien? Ik wil... Carlo, kijk even naar je been. Ik wil voordat iemand wat zegt, wil ik los van de been heel even kijken naar de jury. Is het gelukt of niet? Nee? Nee? Wij hebben een notaris, dat hebben we afgesproken in het begin van dit programma, dat we dat zouden doen. Want anders zijn het lachertjes en dat is niet de bedoeling. De jury zegt niet 24. Ik wil nu een ja of nee. Als u twijfelt, ga ik kiezen. U twijfelt, hij heeft gewonnen. Ja! Nou. Dat been. Je schopt ook één keer echt goed mis, hè? Ja, dat ging mis. Kun je niet zo omhoog houden, nog het been? Zo, dames en heren. Er wordt wel eens gezegd, we willen bloed zien. Nee, maar we willen wel zien dat die doorzettingsvermogen, dat zo... Ja, en het snelle werk van deze heren hier, hè. Het is wel teamwork ook. Want je kan dit niet met ons doen, dat zeg ik je. Hij dank krijgt nog een applaus van ons. €1000 erbij. Dank je wel. Dank jullie wel. Carlo, ik ga er zelf in. Jeetje. Wat een avond. Ik vond sowieso al de aflevering waar hij in zat, dacht ik, nou, hier kan ik niet naar kijken.